Het ongeluk gebeurde gisteren in Apeldoorn bij een overgang die met lichten bewaakt wordt. Maar op het traject van de Veluwse stoomtreinmaatschappij dat loopt van Apeldoorn naar Dieren is een groot aantal onbewaakte overgangen. Ja, dat zijn overwegen die er al heel lang liggen, die niet frequent bereden worden. En daar verwacht men een trein niet altijd. Aan de andere kant merken we ook dat mensen nogal weinig tijd hebben en denken van kan er nog wel even langs. En voor de machinist is dat behoorlijk schrikken. Ja, je voelt je machteloos. Dat is gewoon, wat moet je doen? Je kan heel hard remmen, maar dat duurt de hele tijd. En ja, als je pech hebt, zit je hier al onder. Het hele traject van de Veluwse stoomtreinmaatschappij voorzien van bewaakte overgangen is voor de organisatie onbetaalbaar. Nou, we zijn een vrijwilligersorganisatie die zonder subsidie zeg maar, de exploitatie rond moet zien te krijgen. Ja, en dat kost dan aanzienlijk veel geld. Ja. En dat hebben we daar niet voor.